Ja, dacht die Timmermans. Ik ga eens eventjes die Wilders aanpakken. Oh, dat ging helemaal fout. Ja, dat gaat weer helemaal mis. Ja, want die Timmermans is toch al zo'n slechte verliezer. Ja, want die is nu verder veroordeeld. Ja, tot de interruptiemicrofoon, vrienden. Ja, dat is dus. Ik heb goed gekeken, zo'n linkerhandje hier. Hé, hey, Timmermans, goed opletten. Linkerhandje hier en je rechterhandje daar. En dan moet je dus met die ene vinger, hup, het knopje indrukken. Ja, want dan horen we je. Ja, goed oefenen thuis. Interruptiemicrofoon. Dat is het enige nog voor jou de komende tijd. Ja, en dat ging, je voelde dat tussen die Wilders en die Timmermans, oh, je voelde gewoon de animositeit. En die hebben een goede hekel aan elkaar. En dat maakt het wel heel leuk om naar te kijken. Want ja, hij ging hem ineens betichten van een Messias-complex. Ja, dat had hij bedacht. Van tevoren, Timmermans, die denkt, dat ga ik vertellen, want ja, die Wilders, die komt hier een beetje als de redder van Nederland. Zo gaat hij zich adverteren. Maar als er nou eentje, als de zogenaamde verlosser naar Nederland kwam, ja, dan was het toch wel die Timmermans, die groengoeroe. En die gaat hem nu vertellen over het Messias-complex. Nou, en ze waren goed kort af tegen elkaar. En toen zei hij nog eventjes, ja, die wilde ze zijn. Nou, één ding is wel zeker. En dat is maar gelukkig ook, dat jij geen minister-president wordt van Nederland. Nou, en toen had je hem gelijk weer. Dus, en die wilde ze ook nog eventjes, ja, nou, als dit de oppositie is, als hier die Timmermans mij denkt te gaan scoren, nou, dat is voor mij een ABC'tje. Vingertjes in de neus, ja, en dat was ook zo. Ja, die Timmermans, die heeft gewoon totaal geen kans tegen Wilders. Maar er komen dus nog wel leuke tijden aan natuurlijk. Al die keren dat zij gaan clashen daar in die Tweede Kamer. Ja, daar kunnen we ons nu al op verheugen. Voorlopig is de stand moeiteloos in het voordeel van Wilders. Timmermans, voorlopig 2-0.